Welke luchtbandwielen zijn geschikt voor mijn centreerset? Waarom moet ik kiezen voor kleine of grote wielen? En zitten er lagers in de luchtbandwielen? Op al deze vragen geef ik in deze video een antwoord. Patrick Strijker, de online specialist in onderdelen voor aanhangwagens en boottrailers. Trailerplus.nl. Centreersets bouwen wij op met luchtbandwielen. Waarom geen PU-banden? Omdat wij denken en vinden en hebben ontdekt dat PU-banden niet altijd de ronde vorm houden die je eigenlijk zou moeten. En luchtbandwieltjes, die pomp je op druk en dan blijven ze ook goed in vorm. Wij kiezen hierbij speciaal voor wielen zonder lager, zonder naaldlager of kogellager. Hier zit alleen glijbussen in. Dit zijn kunststofbussen en die kunnen niet roesten. Die kunnen niet vast gaan zitten als die aanhanger of die boottrailer die staat een half jaar in de stalling. En dan worden de wielen niet gebruikt. En wanneer je daar dan metalen lagers in hebt, dan roest dat en draait het niet meer. We hebben hiervoor speciale buisjes gemaakt en dat zijn buisjes die passen precies in de wielen. Ik moet even goed kijken of dat goed in beeld komt, hoe dat het beste lukt. Ja, ik ga even iets dichterbij. Die buisjes die passen er precies in en daar komt een bout doorheen van M12. En wanneer die bout M12 daar doorheen zit, met opvulbussen, ook kunststof en een paar ringen, wanneer die bout er doorheen zit, dan kun je dat zelf ook afstellen en strakker zetten en vervangen. Je kan eenvoudig de wielen wisselen, mocht dat nodig zijn. Dus vandaar dat wij de centreersets opbouwen met luchtbanden en met deze set op deze manier. Er zijn ook sets in de handel met een hele zware, dikke as. Daar heeft niemand de sleutel voor bij de hand. Wij bouwen ze bewust op met een bout M12. Sleutel 19 ligt in nagenoeg elke gereedschapkist. Dus daar kan iedereen mee uit de voeten. We hebben ze in drie verschillende kleuren. Zoals we hier kunnen zien. Blauw, geel, rood. Groot en kleine wielen. Waarom nou de kleinere wielen? Dit zijn de 300x4. En die zijn ongeveer 26 centimeter in diameter. Niet iedereen heeft achter de boottrailer plaats voor de grote wielen. De grote, de 400x8. Hè, beter bekend als de kruiwagenwielen. Die passen niet altijd, omdat de boot dichter bij de trailer ligt. De motor zit in de weg. Soms is de trailer te laag, dan raken ze bijna de grond over een drempel. Dus vandaar dat wij ook, naar aanleiding van vragen van klanten, hebben gekozen om centreersets te bouwen met uitsluitend de kleine wieltjes. We hebben ze ook met vier wielen. En dan doen we twee grote aan de buitenkant. Aan elk aan de buitenkant en een paar kleintjes ertussen. En op die manier bouwen we dat zo op. Ook die sets zijn weer demontabel en verwisselbaar. Maar deze wielen, daar gaat het eigenlijk om in deze video. Hoe of wat en waarom. Wij kiezen bewust voor kwaliteit met een kwaliteitsbandje. Geen budget. Want ook door ervaring weten we inmiddels dat de goedkopere banden vaak lek gaan. Op den duur lopen ze leeg, heel langzaam. Je kan er slecht bij om ze dan weer op te pompen. En de kwaliteit van deze wielen is gewoon een stuk beter. En ja, we houden van klachtenvrije artikelen, zonder gedoe, zonder gezeur. Voor iedereen is dat beter en makkelijker. Nou, dat was het verhaal over de luchtbandwieltjes voor de centreersets en de rollersets. De asjes hebben we ook losleverbaar. Deze asbuizen. En voor de rest ben ik volgens mij overal wel doorheen. Vond je dit nou nuttig, interessant, leerzaam? Abonneer je dan op ons kanaal. Wil je nog iets kwijt? Reageer dan in de comments. Heb je nog vragen? Is iets niet duidelijk? Of suggesties? Ik hoor het graag. Je kan me bellen, mailen, via chat, via WhatsApp. Ik ben je graag van dienst en sta je graag te woord. Voor nu eindig ik deze video weer in het Drents. En dan zeg ik, mooi!